Hey, wacht even, wat? Ik heb een hele gekke kaart. Kijk maar naar de achterkant. Dit is een 4-star kaart. Yo, Nintendo fans. Ik heb het grootste pakketje ooit in een video gekregen. Hallo. Dit is te ziek. Kijk dan, hij past niet eens in het beeld. Het is een gigantisch pakket met Pokémon Brilliant Stars kaarten. Ik heb een hele kleine poster gekregen. Wat? Hallo? Oh, die moet ik eigenlijk hier plakken. Ik heb alleen geen goed plakspul, dus dat moet ik dan maar een andere keer doen. Maar ik heb natuurlijk superveel pakjes gehad. En kijk deze prachtige Elite Trainer Box. Deze gaan we in deze video uitpakken. En ik denk deze ook. Maar deze pakjes ga ik weggeven. En hoe ik dat ga doen? Dat zie je ergens anders later in deze video. Dus blijf kijken, doe het duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. Oh ja, yeah, ik heb hier zin in. Want in deze set zitten natuurlijk weer heel veel nieuwe kaarten. Zoals je altijd in de boekjes kan zien die je bij die Elite Trainer boxen krijgt. Kijk even naar deze art dan van deze kaarten. Holy moly. En wat er nieuw is aan deze serie is dat er V-Star kaarten in zitten. Zoals deze Charizard. En het toffe aan deze kaart is, zoals je hier kan zien, dat deze aanvallen hebben van 320 HP en daarmee kan je dus elke andere Pokémon kaart verslaan. Dus ik wil sowieso voor deze 4-star Charizard gaan. Ik vind dat wel vet dat ze gewoon weer wat nieuws erin gooien. Er zitten natuurlijk weer allemaal nieuwe dingen bij, zoals een 4-star badge, dobbelsteentjes, muntjes, maar oh, deze hoesjes. Deze hoesjes zijn zo clean. Oh, I love it met Arceus erop. En ik moet je ook eerlijk zeggen dat die pakjes echt super mooi zijn. Er zit een soort van witte gloed overheen, Shaymin art, Arceus art, Whimsicott art. En natuurlijk Charizard art. We gaan keihard voor die Charizards vandaag. Want er zijn dus weer nieuwe Charizards in deze serie. En die moeten we pakken. Weet je wat? Laten we gewoon beginnen met het eerste pakje. Jullie mogen het codekaartje weer hebben. Doen we er weer 4 naar voren. En dan gaan we kijken naar het allereerste pakje in deze nieuwe serie. We beginnen met een waterenergiekaart. En je ziet dat die energiekaarten ook veranderd zijn. Ik moet zeggen dat ik ze best wel tof eruit vind zien. Ik vind het een mooie verbetering. Ziet er cool uit. Dan hebben we hier Grottle als eerste Pokémon. De tweede is een Clank. Derde is een trainingkaart en dat is Barry. Dan hebben we hier Mincino. Ik vind het wel een leuke art. Een beetje van die dikke lijnen en zo. Daar hou ik wel van. Ik vind het altijd wel tof. Ja, leuk kaartje dit. Dan hebben we hier Baltoy. Een Snowrunt. Een Nosepassy. Milkery. De reverse is een Clefairy. En als laatste hebben we Electivire. Deze art is ook wel tof, man. Check die Electivire hier. Die McMortar op de achtergrond. Ja, dit is altijd wel een episch duo geweest. Best wel cool. Dan hebben we hier een Charizard pakje, jongens. Zou die daarin zitten? Laat even in de reacties weten of jij ook een Charizard hebt. En uit welke set jouw Charizard komt. Alsjeblieft, weer een codekaartje. Dat is voor iedereen die de trading card online game speelt. Dan kan je natuurlijk die code scannen. En dan krijg je daar online een pakje. Dus dat is wel nice. Hier hebben we dus een nieuwe energy. Dan een Fracture, de volgende kaart. Team Yells Cheer, die staan die kaart te juichen voor Marnie, denk ik. Ah, kijk, hier hebben we Marnie. Marnie's Pride. Ik vind Marnie wel heel leuk, moet ik zeggen. Mincino, die hadden we net ook. We hadden, oh, Baltoy, die hadden we net ook. Oh, Snowrun, die hadden we net ook. Ah, we krijgen allemaal dezelfde. Letterlijk allemaal dezelfde. Maar deze is het! Ik denk dat deze altijd reverse zijn en dat ze altijd dus op de plek van de reverse zitten. Het is een subset binnen Brilliant Stars en dit noemen ze TG cards en dat zijn Trainer Gallery cards. En ik moet je zeggen, deze art en deze stijl vind ik wel heel nice hoor. Het is leuk om deze nu al te poelen. Super cool. En dan hebben we nog een Wormadam. Oh, ik zie nu pas trouwens dat de binnenkant van die hoesjes gewoon goudkleurig is. Ja, cool, cool, cool. Onze eerste leuke pool, de Oranguru TG card. Het is geen Charizard, maar wel vet. Pakje nummer 4 begint met een Water Energy. Oh, een hele vette Weavile kaart. Die staat midden in de stad. Vette kleurtjes op die art ook. Ja, deze vind ik wel cool, deze Weavile. De volgende is Fracture, die hadden we net ook. Hebben we hier de meester van het café. Een Golett, ze zijn lekker in optocht aan het houden. Chimecho. Oh, Chimchar, die lekker berries aan het plukken is. Dit moet wel de leukste Chimchar kaart zijn die ik tot nu toe heb gezien. Ja, ik kan me geen leukere Chimchar kaart herinneren. Heel leuk. Dan, Starly is de volgende. Vervolgens een Spiritomb. Reverse is een Luxio. En als laatst, oeh, zo, sick Mewtwo. Het is maar 130 HP of zo. Maar wat? Deze kaart is super mooi. Met deze move doe je 20 damage en die heal je gelijk op Mewtwo. Dus dat is wel nice. En Cyburn van 110 damage. Ik vind het wel een hele zieke kaart. Heel nice. Volgende pakje. En ik voel dat hier wat goeds in zit. Soms heb je dat gewoon. Dan heb je gewoon een goed gevoel bij een pakje.
pakje. We beginnen met Kalang. Een Cynthia's Ambition kaart. Cynthia kaarten zijn altijd heel cool. We hebben hier Torkoal die stoom aan het afblazen is. En een superleuke Turkwick. Dat is de volgende. Sneasel. We hebben nog de Weavile. En nu de Sneasel. Klink en Klang hebben we. Spiritomb hadden we net ook. Exu. Die kunnen we dan laten evolueren naar Fracture als we de kaart game gaan spelen. Hier hebben we een Collapsed Stadium. En als laatste. Ja hoor, ik wist het. Onze eerste V-kaart is een Hunchcrow. Volgens mij had ik daar nog nooit een full art kaart van. Dus het is best wel cool om te hebben. Hunchcrow V. Ja, dit is eigenlijk best wel vet. Hoppakee, we doen hem weer netjes in de sleeve natuurlijk. En dat is de tweede leuke pool. Maar nu komt de Charizard. Uit de Charizard pakje. Hé, wacht even, wat? Ik heb een hele gekke kaart. Kijk maar naar de achterkant. Hè? Dit is een 4-star kaart. Heb je die dan nodig om die 4-star kaart te spelen? Ik doe hem in ieder geval alvast in het hoesje, want ik weet niet of dit zeldzaam is of zo. Misschien dat je deze kaart op tafel moet leggen op het moment dat je je 4-star aanval hebt gebruikt. Want je mag namelijk maar één 4-star aanval in het hele potje gebruiken. Dus misschien dat we daar deze kaart voor gebruiken. Nou, grappig. Nog nooit gezien. En we gaan weer door met Gabite. Een Grottle is de volgende. Barry, Purloin, een Milkery, Shinxi, Impidimpi. Dit is een soort van, nou ja, weet ik veel. Laat maar zitten. Impidimpi, Golett, Morgrem Reverse. En als laatst, Grimmsnarl. Oh, we hebben gewoon heel de evolutielijn. We hebben ze gewoon alle drie in één pakje. Impidimp, Morgrem Reverse en een Grimmsnarl. Nice. We hebben nog drie pakjes uit de Elite Trainer Box. En hier is weer een codekaartje voor jullie. Psychic Energy. Dan de Double Turbo Energy. Kandler, een Primplumpy, Impidimpy opnieuw. Deze is heel vet. Deze Magmar kaart is super sick. I love it. Kijk die art. Hij staat in de sneeuw een beetje brand te maken, vuur te maken. Ja, heel tof getekend wel. Dan Riolu, Burmy, Staryu, de Reverses Double Turbo Energy. En als laatst, opnieuw Electivire. Oké, die Magmar was vet. Voor de rest moeten we alles vergeten. Kom op, Charizard. Kom op. We hebben hier de Fighting Energy. Cynthia's Ambition. Nog een keer. Clanky. Een Torkoal. Gasformpie. Chimchar. Superleuke art opnieuw. Baltoy. Axel hebben we al gezien. Nosepass. Oh, en hier hebben we weer zo'n Ariados TG kaart. Ja, ze zijn dus altijd op de plek van de Reverse Holo. Oh man, deze kaarten zijn super cool. Wat hebben we als laatst? Een Ice Cube. Ja, ik vind deze TG kaarten wel echt heel nice man in deze serie. En ik snap nu ook waarom het een Trainer Gallery kaart is. Want je ziet dus altijd een trainer met zijn of haar Pokémon. Dat zag je dus ook bij de Oranguru. Die zie je hier achter liggen, die trainer. Ja, heel cool. Leuk bedacht wel. Vet. Die wil ik gaan sparen, die kaarten. En dan zijn we al bij het laatste pakje van de Elite Trainer Box. Maar we hebben zo nog drie pakjes. En hier beginnen we met een Electric Energy. Charon's Care. Beartick, de baard Pokémon. Een Collapse Stadium. Dan de Carablast. Clefairy, een Cherubi, Sock, ook weer met die leuke art. Dan hebben we hier Corphish, Reverse Cynthia's Ambition. En als laatst, een Breloom. Oké, weet je wat? We gaan gewoon snel nog deze drie pakjes openmaken. En daarin zit een super dik Blastoise muntje. Love it. En natuurlijk ook weer een promo kaart. En deze is van Leafeon. Ik mag weer snel in het hoesje. Leafeon, superleuke Pokémon. Maar dan de drie pakjes. Oh ja, en straks aan het einde van de video laat ik natuurlijk weten hoe jij deze pakjes met Pokémon kaarten kan winnen. Dus blijf kijken. En gooi alvast die duimpjes voor de support als je dat nog niet gedaan hebt. En vergeet niet te abonneren. Dan gaan we snel verder met uitpakken met een Weavile. Café Master. Gabite, Klinky, Spiritomb, Exu, Impidimpi, Magmar, Magmar Reverse en als laatst Grimmsnarl. Het zit ons nog niet echt mee, moet ik zeggen, met de pools. Misschien moet ik jullie weer een keer een codekaartje geven. Let's go, kom op. Meestal hebben we in de laatste pakjes hele goede kaarten. Klang, Gabite, Torkoal, Gasform, Throw, een Shroomish, een Pimplumpy, Turtwiki, Shroomish en als laatst Bormadam. Maar we hebben nog één pakje. En dit is een Arceus pakje. Oftewel een God pakje. De God Pokémon. Let's freaking go. Fracture. Team Yells Cheer. Marnie Sprite. Purloinkie. De Skulletje. Sneasel. Corphish. Magmar. Oeh.
Rapid Strike Urshifu. Dat is opnieuw zo'n Trainer Gallery card. Oh, ja, I love it. Deze vind ik wel echt heel, heel, heel nice. Super cool. En als laatst hebben we een Duskmar Holo Rare. Maar deze Rapid Strike Urshifu is wel weer ziek, hoor. Dus we hebben nu 4-star kaarten in de Pokémon TCG. Helaas hebben we er geen één gepoeld, maar wel deze hele gekke kaart. Ja, dan de Trainer Gallery kaarten. Die vind ik heel cool. Deze heeft trouwens ook niet een geel randje, maar een zwart randje. Heel nice. Urshifu hadden we dan. Een Oranguru en een Ariados. Trouwens, alle drie wel hele andere art. Best wel leuk. Leafeon promo kaart en een Hornscrow V kaart. Hier is die beter in beeld. Anyway, jullie zijn natuurlijk hartstikke benieuwd hoe je deze pakjes kan winnen. Ik ga een aantal van deze pakjes verstoppen op plekken in Nederland. En als je mij volgt op TikTok, dan zie je in die filmpjes waar deze pakjes straks liggen. Dus hou het in de gaten. Ga op zoek, want misschien ligt er straks wel eentje ergens in jouw stad verstopt. De duimpjes omhoog als je dat vet vindt. Vergeet niet te abonneren en knal lekker dat belletje aan, want dan mis je geen enkele video. Mazzel!